Ik ben niet misselijk, maar wel moe. Yo guys, het is leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Gisteren zei ik nog, ik moet op tijd opstaan. Nee, het is niet gelukt. Ik had wel een goede wekker gezet, maar ik weet niet. Ik was gewoon te moe of zo. Het is gewoon niet gelukt. Het is wel, ik ben wel iets eerder dan dat ik normaal ben opgestaan. Ik ga gewoon eten en ik hoop gewoon op het beste. Het is nu 11:30. Ik kwam gewoon niet te slapen vandaag. Dat is echt kut gewoon. Wat ik deed ook, ik draaide ook zo. Ik kwam gewoon niet in slaap. Ja, vast heel herkenbaar ook. Maar we hadden wel een beetje van. Want ik wilde vandaag echt gewoon de hele oefening en zo gaan doen. Ik ben bang dat het nu niet gaat lukken, omdat ik dus gewoon niet in slaap kwam. En dus daar ik gewoon te veel heb geslapen en geen tijd heb gehad op het eten. Maar goed, ik moet niet te lang blijven filmen nu. Ik moet nu echt zo snel mogelijk gaan eten, want het is nu 10:30. En over een half uurtje ongeveer moet ik bij Joey en Rick zijn. Ik moet hem opschieten. Nu moet ik wel heel eerlijk bekennen dat ik het altijd wel lastig heb gevonden om 's ochtends meteen te eten. Tenminste, als ik uit bed kom, dan heb ik niet meteen het idee van, oh, ik moet nu meteen eten. Dat is iets waar ik aan moet wennen. Dat is iets wat ik ook best wel lastig vind. Maar goed, ik heb 4 volkorenboterhammen met 4 plak kipfilet en banaan. Een Actimel dingetje en wat water. Hopelijk overleef ik het daarmee. Ik ga het in ieder geval opeten. En ik ga denk ik casually te laat komen, zodat het allemaal wel mee gaat vallen. Zoals altijd beginnen we nu ook weer eerst op het fietsen. Rick die is ook gewoon mee aan het fietsen. Hey man, hij heeft wel altijd goede zin 's ochtends. Want hij doet gewoon alsof als de camera gaat. Maar wat gaan we vandaag nog doen? Afmatten? Ja, zeker, zeker. We gaan vandaag weer even een beginnetje maken met warming up. Daar zijn we mee bezig. Daarna gaan we verder met de krachttraining. Gaan we even de overige toestellen doen wat we vorige keer niet hebben gedaan. Of tenminste wat Colin vorige keer niet heeft gedaan. En dan gaan we langzaam toewerken aan een vrije training en verdere doelstellingen. Ja, want de vorige keer heb ik mijn benen niet hoeven doen. Omdat Joey een beetje medelijden had ik bij de maximaal training 3 keer die oefening moest doen. En die heb ik daarna ook gevoeld. Waarschijnlijk was dat niet helemaal de bedoeling. Nou, ik begin het warm te krijgen, dus ik ga doorfietsen voordat ik niet meer kan praten. Of stop met filmen voordat ik niet meer kan praten. Het is trouwens wel echt super rustig in de sport van nu. Ik denk dat iedereen wel klaar is met zijn goede voornemens. Want de vorige keer was het echt super druk. En nu is er gewoon 2 andere mensen en die zijn nu cardio nu. Ja, wij zijn al begonnen trouwens. Yes, gaan we gewoon een setje. Gaan we horen kant staan. 1, 2, 7, 8, 9. Je merkt het heel erg aan het eind, hè? Dat je echt... Wat een homo. Wat een homo. Ja, lach maar, hè? Nu nog even voor het gevoel een stapje hoger. Ik wilde deze gewoon minimaal 10 keer proberen, want de andere sets waren 15. En ik wil gewoon deze, dus nu een gewicht hoger, wil ik minimaal 10 keer. Kijken of het lukt. 1, 2, 3, nog eentje. 11, nog eentje. 12, 13 duurt het wel. Nu ga je te veel compenseren. En dat is het dan. Gewoon tot je maximale gaat. 15 en dan is het geklapt. Gewicht goed denk ik. Ik denk dat je allemaal wow, kut geluid komt daar. Ja, lig op de grond, het ziet heel raar uit. Druk aan toe is. Dan kunnen ze net in het spiegeltje allemaal doen. Maar we zijn bijna klaar met de kracht. Ik ben niet misselijk, maar wel moe. Het moment is daar, de vragen worden beantwoord. Joey heeft alles voor zich. Zullen we eerst een vraag erbij pakken over de opleiding? Ja, prima. Oké, ja, dus dit is een vraag die gaat over de opleiding van jullie twee, zeg maar, wat je moet doen om fitnesstrainer te worden. Ja, ik heb ten eerste opleiding bij de EVA gedaan. Dat is een losse instantie wat opleidingen binnen de sport aanbiedt. Daar heb ik mijn fitnessinstructeur aangehaald en momenteel ben ik bezig met personal trainer. Dus dan heb je echt binnen een halfjaartje, 3 kwartier kan je volledige training afronden en dan heb je papieren. Nou, het is in principe wel verstandig om wat voorkennis te hebben. Dus als je een opleiding hebt gedaan richting het CIOS, dus MBO, of je zou zoals ik HBO hebben gedaan, leraar lichamelijke opvoeding, dan heb je wel die basis met betrekking tot anatomie, bewegingsleer. En dat zijn wel heel handige dingen die om al te weten, zeg maar. Want je moet in het Grieks kunnen benamen dat de borstspier een pectoralis major is, bijvoorbeeld. Wat? Pectoralis major. En als je weet wat de gluteus maximus is, ben je echt een held. De gluteus maximus. Ik gebruik hem nu. Je gebruikt hem nu om op te zetten. Echt? De grote bilspier. Oké. Nutteloze feiten met Joey. Inderdaad, precies. Ja. Heeft je tong dan ook een andere naam? Dat is eigenlijk ook een spier, toch? Een tong heeft vast een zekere naam. Maar ik zou het niet over te vertellen. Dat zou ik niet over te zeggen. Eigenlijk niet. Hoe kun je het beste en het snelste buikspier krijgen of afvallen in je buik? Ja, dat is gewoon bevallen. Dan kun je afvallen in je buik. Ja, het komt een groot deel natuurlijk op je training te liggen. Dus doe je buikspieroefeningen. Maar je kan niet alleen maar buikspieren zichtbaar maken door te trainen. Zorg erbij dat je je voeding aanpast. En daardoor gaat je vetpercentage omlaag en dan ga je ook daadwerkelijk je buikspieren zien. Dus grotendeels op de voeding en een groot deel op de training en volhouden. Ja, en Jorik Molen die vraagt erachteraan, gaat je groei ook ten koste van een sixpack? Nou, in principe niet. Daarom hebben we vorige keer ook aangegeven dat, dat je ook op jongere leeftijd goed bezig kan zijn om met het trainen van je core. En je core, dat zijn je rechte buikspieren, schuine buikspieren, onderrug. Dus je kan in principe gewoon die trainingen wel volgen. Want dat doet een judoka hetzelfde, dat doen topsporters natuurlijk ook op jonge leeftijd. Hoe krijg je een betere conditie? Domme vraag, gewoon doen! Denk ik. Dat is gewoon steeds meer. Blijven doen. Ja, gewoon blijven herhalen. Discipline. Vraag. Danny Henny. Mag ik opnemen? Nee. Ik pak even de telefoon en ga ik even die kant op. Wat train je als je push-ups doet? Ja, jij weet het perfect, dat kan niet anders. We hebben hem net benoemd voor de gluteus maximus. Onder andere. Dus toch je schouders, je biceps omdat je duwt, toch? Als je duwt, doe je toch je biceps? Nee. Maar je doet ook je triceps als je naar beneden gaat. Dat is dus andersom. Andersom, zei ik toch? Ja, triceps en als je omhoog komt, biceps als je naar beneden gaat. Je rug ook wel, omdat je je lichaam eigenlijk recht moet houden. Ja. Ligt de core. Eigenlijk doe je alles wel een beetje met push-ups, toch? Maar voornamelijk je borst. Je pectoralis major. Die grote gorilla borst van. Hij gaat nu alles gewoon richting zijn naam geven. Pectoralis, ja, borstspier, schouders, triceps. Dat zijn de hoofd. Ja, borst is eigenlijk de hoofdspier die je gebruikt. Ik heb een vraagje voor Joey. Wat is de beste manier om je onderste en zij van je buik te trainen? Ik heb namelijk het probleem dat de bovenkant van mijn buik redelijk gespierd is. En het onderste gedeelte een stuk minder. Onderste gedeelte van de buikspieren is gewoon het moeilijkste om te trainen. Moet je planken, dan voel je hem. Ja, yes, planken is een hele goede core oefening. Maar in principe zijn alle oefeningen waarbij je je benen moet optillen, alle leg raises zoals wij dat noemen, dat zijn oefeningen voor de onderste buikspieren. En de onderste buikspieren, dat gedeelte om te trainen, is gewoon het moeilijkste. Is eigenlijk afhankelijk van je vetpercentage. Als je vetpercentage omlaag gaat dat onderste gedeelte van die buikspieren wordt ook plat. Maar je had toch een filmpje op Facebook gezet ofzo van een buikspieroefening? Ja. Ja, kijk, is dat ook... ja, ze zijn heel square, dat ook lekker is. Ja, inderdaad. Okay, ik zal een link hier beneden in de beschrijving zetten en dan kun je even kijken of het misschien iets voor je is. Ook voor andere mensen die het willen proberen. Ik daag jullie gewoon uit om het te doen. Het is een challenge, dus zeker goed. Ik ben benieuwd. Leuk. Heb je nou nog meer vragen over sport, voeding, whatsoever, als het met fitness eigenlijk wat te maken heeft? Ik denk ja, ook zeg maar als je een blessure hebt gehad, hoe je dat het beste kunt oppakken. Ik denk dat we er ook wel raad mee weten. Ja. Kun je beneden in de comments zetten. En dan overmorgen. Woensdagochtend. Voor jullie dan donderdag. Oké. Ik ga lekker op de fiets weer zitten. Ik ben ondertussen alweer na een tijdje thuis. En ik heb zo'n zin in een McChicken gewoon. Ik heb zo'n zin in iets. Ik heb echt heel erg zin om gewoon iets verkeerds in mijn gezicht te duwen. Dan wel in mijn mond, maar... kan ik niet maken. Kan ik niet doen. En dit, zeg maar deze momenten... Ja, dit zijn de lastige. Ik heb daar zo'n zin in, gewoon iets. Gewoon een hamburger. Ik heb er niet best wel zin in. Ik ga vanavond in ieder geval kip eten. Weer. Omdat ik vandaag gesport heb, moet ik het eiwit naar binnen krijgen. Dus kip, ei, maar op. Ik heb ook nogal gerookte zalm gegeten. En plakjes kipfilet. Dus dat zit vandaag op het programma. En ik heb daar zo'n zin in. Ik baal zo erg. Ik was net reacties aan het lezen trouwens. Van de nieuwe video die vandaag online staat dus. Gisteren. Ik stem iemand op dat steeds erbij zeg, want ja, zo dom zijn jullie ook weer niet. Maar en toen zag ik dat iemand gewoon met mij mee aan het doen is. En dat vind ik super vet om te zien. Dat is echt cool, dat iemand zo meedoet. Dat waardeer ik wel. Dat vind ik wel vet. Hou me op de hoogte. Degene die dat heeft gekomen, die weet ik over wie ik het heb, denk ik. Dus hou me lekker op de hoogte. Volgens mij is het Jelle of zo. Ik weet niet zeker. Ik weet het niet zeker. Verder is Brian bezig met signeerkaarten. Dus kaarten met signeerde dingetjes erop. Omdat daar steeds naar gevraagd wordt. Steeds maar weer. Dus dat moet geregeld worden, vond ik. En nu is Brian daarmee bezig. Brian is een super snelle designer. Ik vroeg hem vandaag en hij is nu al bijna klaar. Wist, het zag er heel goed uit. Brian, I love you. Ik waardeer alles wat je voor me doet. Je bent me bij. Dus, ik ga even chillen. Ik denk dat ik nog eventjes een kommetje soep ga maken. Daar heb ik ook wel zin in. Ik heb soep gegeten. Ik heb van alles gedaan wat ik moest doen. En nu ga ik lekker met de oostblokker van het land, George. Hallo. Gaan we even CSGO spelen. Ze op Teamspeak, dus je kan hem niet zien. Maar wij gaan CSGO eventjes spelen. Ik had even zin om te gamen. Dus ik zei... Dus ik zeg George. George gaat CSGO spelen. George was er blij mee. Toch, George? Ja, sowieso, want ik had nu echt niks te doen. Arme jongen is het ook. Ik heb zojuist weer liggen zwoegen in de keuken. Dus dat moest wel eventjes in mijn video. It was a good day. Denk ik. Het regende echt de hele dag door. Ik heb trouwens een paar Twitterberichten gezien. Dat het aanstaande vrijdag zou gaan sneeuwen. En als het gaat sneeuwen, dan heb ik 1 en 9 een probleem. En 2 ook weer niet. Want als het gaat sneeuwen, kan ik denk ik niet bij de radio komen. Dus dat wordt of een heel erg cool avontuur. Of ik ga dood. Wat wel leuk is dat heb ik tegen Joey gezegd. Als het gaat sneeuwen, dan ga ik met Joey sneeuwbalgevecht doen. En dan ga ik wel mijn triceps, mijn biceps, mijn schouders en mijn rug ook nog een beetje trainen. Met sneeuwballen gooien. Verder is de vlog van gisteren trouwens ook echt super goed bekeken. Omdat ik bedreigd werd door een 12-jarig jongetje. Ja. True story. Story of my life. Maar ik, ja. Ik ga deze vlog lekker editen. Vond je dit een leuke video? Vergeet niet om een duimpje omhoog te laten. Abonneren kan hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe video om 4 uur. Dus, tot dan. Doei!